Hallo allemaal, tijd voor een nieuwe Challenge Accepted. Nieuwe kandidaten die strijden tegen de tijd en tegen elkaar om hun verloren vriend terug te vinden. De eerste persoon die de verloren vriend vindt, wint. De andere wordt gestraft. Maar ze strijden ook tegen de tijd. Halen ze allebei niet, dan ondergaat iedereen een zware straf en dat moet vermeden worden. Zijn jullie klaar? Waar is de sledgehammer? Ja, we moeten dat zoeken, hè. Mapkees, we gaan dat niet zeggen, hoor. Weet jij? Ik zeg het niet. Wat heb je? 3, 2, 1, gaan! Is dat hier Typhoon? Ja, dat is het. Oké, merci. Sledgehammer daar en wij zijn daar. Oké. Okay. Moet ik daar recht op? Voor deze challenge moeten de kandidaten een pot water meenemen op de Typhoon. Enkel als ze erin slagen om minstens één druppel over te houden op het eind van de rit, is de challenge geslaagd en krijgen ze een coördinaat. Yo. Hallo, mijn leven. Ja. In deze challenge moeten de kandidaten een mondstuk inhouden en twee zinnen vertellen aan iemand in de wachtrij. Als de twee zinnen zijn geraden, krijgen ze opnieuw een coördinaat. Olivier. Olivier. Sneert. Rat. Sneert wat. Oh my god. Het. Vet. Oh. Op. Zijn. Oh. 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 Hol. Ja. Olivier smeert wat vet op zijn hol. Nee. Niet zijn hol. Hol. Op zijn hol. Ja. Hier klaar voor? Ik ben zo blij. Jamie Lee moet in de fucking Typhoon. En ik ben zo blij dat ik dat niet hoef te doen. Ja, daar had je schrik voor, hè? Ik wil retels. Retels. Horen en kaartrijden. Paardrijden. Roek. Ja. Dus ik wil wat retels. Kom maar een paard rijden. Ja, ja, kijk. Tot de volgende. Oké, dankjewel. Jamie Lee! Dat is wel. Oh my god, dat was op een nat. Maar dit is wel niet eerlijk, hè? Want zij gaan nu winnen, hè? Oké, bite. Sledgehammer, waar is sledgehammer? Klaar om nat te worden? Ja. Oei. Stop alsjeblieft. Wacht, je mond. De vraag is, gaan mensen Jamie Lee verstaan met haar West-Vlaams accent en dat ding? Mensen Jamie Lee sowieso al niet. Ja, ik wel. Ik ga kruis. Ja, daar zit nog een druppel in. Olivier sneert wat hard. Wat vet. Op zijn hol. Op zijn hol. Olivier sneert wat vet op zijn hol. Lul. Nee, hol. Oh, ja, oké. Nu lopen, hè. Ah, dat is gewoon gescheurd, dat coördinaat. 9-0. 7. Ik wil. Hel. Jel. Hel. Hel. Wel? Ik hel. Retels. Vertellen. Retels. Vertellen. Ja. Hoorin. Hard. Rijden. Roek. Voor een paardrijbroek. Ja. Alsjeblieft. Oké, super. Jasper! Come and save me! Oh, daar. Ah, 16 seconden. Jasper! 4.90. Merci. Jamie Lee gaat het niet halen. Shit. Jasper, snel! Sowieso dat hij er al is, hè? Oh nee, je bent de eerste! Niet! De tijd is nu net voorbij, maar. Echt? Nu net! Woe! Je bent nog net binnen de nee, tijd! Nee, ik weet dat niet! Ik jawel! Weet... Ik ben binnen de tijd! Ik ben binnen de tijd! Ja, Die is hier echt nog niet. Nee, die is er. Oh, kutzooi! Jasper is er al! Oh, Jamie Lee, ik had het u nog dan zo gegund. Maar gelukkig was Jasper echt net binnen de tijd. Ik ga even. En ik heb maar één t-shirt mee. Boeie. De uitslag is dat Jasper op tijd was. Ja! Ja! Dus dat betekent. Wij zijn vriendjespolitiek. Dat Jamie Lee gestraft zal worden. Voor Jamie Lee volgt een leuke straf. Zij krijgt een douche van zure melk. Hier staan twee emmers vol met melk en lait de fraise.
3, 2, 1. Oh, mijn schoenen! Nee, dat ben ik niet! Nee! Maar wacht, beneden nog. Oh, mijn schoen! Oh my god! Be careful, hè! Nato! Maar Cleopatra pakte ook wel baden in melk, dus misschien... misschien niet het moment om op te staan. Dit is een zeer klef en plakkerig einde geworden. Hopelijk is de volgende keer ook zo leuk. Kijk zeker de volgende keer naar Challenge Accepted. Bye! Yeah, fuck you!